Helaas ik zo niet. Ik mag er maar vaak weer mee. Dit is een uitzicht. Vooral vind ik, ben ik hier gebleven waarbij we nu in ieder geval volgens mij ja een nieuwe werkplaats hebben gemaakt. En die wil ik in ieder geval deze aflevering in ieder geval uit gaan breiden. Misschien de voorwerpen alvast in pleuren en zo. Zodat we daar ook dingen kunnen maken. Bijvoorbeeld uitstekende bedden of zo. Dus dat is wel heel erg handig om te hebben. Dus daar gaan we even voor. Dus ja, dat. En dat gaat ons wel wat geld kosten, denk ik. 1500, 1500, 1500. Een paar tafels. Zo. Oké, even gewoon nog onderzoek. We zien wat er allemaal is gevonden. Oh, een tunnel. Oh, nog een tunnel. Zo, die was al ver. Maar, gelukkig niet ver genoeg. Commissie winkelverkoop, 900. Oh. Dus even kijken, want als we zo'n programma... Hey, nog een tunnel. Oh, die gaat naar het zuiden. Als we zo'n houtbewerkersstage willen, dan moeten we natuurlijk wel een voorman hebben. En we hebben er wel eentje, maar... Maximaal... Oh, nee, dat kan dus niet. Dan doen we het gewoon met eentje en kijken we wel. Lekker even wachten. Oké, laten we maar eens even wat zagen in zo neer gaan plempen. Zoiets, en dan zetten we daar naast gewoon houtbewerkingstafels neer en dan wat lijkt me wel verstandig. Oh ja, hoe zat het hiermee? Ah, die is al goed gekeurd, daarom hebben we zoveel money. Ik zet er vangende aantal gewoon over de 500 en dat is op het moment waar ik voor ga. Oh, ik kan iemand met deze. Sterfgevallen 1. Geen. Volgens mij was de gewapende bewaker. Vind ik wel heel knap, maar hé. Hop, 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 hop. Daarom wordt 2 van neer. Pas precies. Nice. Nou, 2 bewakers zijn gestorven. Reprino's. Die 6 is lekker bezig.
Zo, top. Leuk, rellen. Maar die winkel doet het wel goed voor die verkopen. Niet verwacht. Waarom is dat niet aangesloten? What the fuck? Ik kan toch zweren dat ik dat ding heb aangesloten. Nou ja, het zal wel. Zo. Oh nee. Kut. Ligt het er verkeerd aan? Hoe dom kun je zijn? Verkouwen. Kan dat ook nog niet? Laat maar zitten dan. Dan hebben we gewoon wat meer persen. Ook goed. Kunnen we er nog drie? Ik krijg wel meer dan 1000 per uur, dat is lekker. Oké, nog eentje. Zo, hoppakee. Laten we zien. Misschien kan ik beter deze werkplaats gewoon ergens. Of ja, die werkplaats die heb ik natuurlijk al. Hier. Waarom zou ik hem dan nog hier hebben? Deze gewoon weghalen. Kijken we wel even wat we daarvoor in de plaats kunnen doen. Ook nog erg nodig is. Scheelt in ieder geval weer een stuk aan stroom. Dan hoeft er hier geen bewaker te lopen. Ho, nee. Waarom zijn ze allemaal hier? What the fuck is hier mis mee? Oh. Holy Jesus. Dodelijk geweld. Good God, Jesus. Mm. 26 lijken. God damn it. Gewoon bewaker is dood. 9 normale bewakers zijn dood. Oh my god. Maar wat zou ik hier nou eens van maken dan? Misschien nog een ruimte voor werk?
Of gewoon een uitbreiding van de schoonmaakkast, dat is ook goed. Vijfennegentig banen, 6 euro. Hoe kom ik aan dat geld? Heb ik iets gemist? Again? Hup. Even dat stukje muur weghalen. Zesennegentig banen, Jezus. Dat is aardig veel. Dat is helemaal positief. Zodat met dat geld kan ik nu dit doen. Heb ik al in ieder geval een heel stuk erbij. Een heel stuk bedoel ik echt een stuk. Oh, top. Toppie joppie soos. Zit met de behoeften. Eten is hoog. Hoe kan dat zo hoog zijn? Slaap, ja, dat is op zich wel logisch. Lectuur. Wat? Nou ja. Yeah. Even een momentje. Van de een krijg je het andere gezeik. Oh, geen geklaag van de, dat er te veel geweld is in de gevangenis geweest. Dat vind ik nog het knapste. Oké, maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat het leuk vond. Geef een like, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.